De regering zal in de komende periode veel meer communiceren met het volk. Dat verzekert vicepresident Ashwin Adin. Anders dan door critici wordt beweerd, vindt de vicepresident dat er wel is gesproken met de gemeenschap. De boodschap is echter niet altijd goed aangekomen, omdat de financiële situatie van het land enorm tegenviel. Hij is ondanks een aantal tegenslagen ervan overtuigd dat de regering nog steeds wordt gedragen door het volk. Dus daarvoor moeten we dat moeten ook realiseren. Ik heb alleen gezegd, we moeten meer communiceren. Laten we meer communiceren. Zodat in welke zin? Communiceren welke zin? In die zin dat er heel veel verworvenheden zijn. Kennelijk meer dan 2010 en 2015. Maar die ondersneeuwd geraakt zijn onder het gevoel van, hey, we kunnen minder uitgeven. Dus ik zeg, nu we al teruggegeven hebben, zie je al een beetje verlichting. We moeten de mensen voorhouden, willen we het periodiek teruggeven. Laten we naar de inkomsten kijken, laten we eerlijk zijn met elkaar. Als de inkomsten omhoog gaat, gaan we teruggeven. Tegelijkertijd, laten we niet vergeten, we hebben doorgewerkt. Ontwikkeling, zeggen wij, is gestart met deze regering in het vorige termijn. Het momentum is opgevoerd dit termijn. Er zullen meer verworvenheden dit termijn zijn dan vorig termijn zullen zijn. En ook naar het volgende termijn nog meer. Dus ik zeg, mensen hoeven niet te vrezen. We gaan niet stoppen met het presteren. Meer communiceren wat we hebben gedaan. Zodat wanneer de verrichting komt, men ook daarop gaat focussen. Zie je, die mannen hebben wel veel gedaan. En dat is wat het volk wil. Met name de oppositie heeft geen goed woord over voor het huidige beleid. Adin is echter niet onder de indruk van de kritiek. Volgens hem worden de zaken gewoon opgeblazen door de oppositie. Nou kijk, alles dat klein is kun je opblazen. En dat is ook politiek. Men gaat natuurlijk de kleinste zaken proberen te zoeken, omdat men heel weinig te zoeken heeft. Men heel weinig gaat vinden op de regering. Maar we moeten niet denken dat de doorsnee in dit land niet weet wat er gebeurt. Natuurlijk kun je mensen opjutten en je kunt natuurlijk mensen... Media is sterk, u bent sterk. U vormt de publieke opinie. Dus zij maken gebruik natuurlijk van de media om de indruk te creëren. Maar in het dagelijks leven heeft men, los van de koopkrachtverzwakking, ziet men wel wat er gebeurt. Men is rustig. Surinamers zijn heel vredelievende mensen. Maken nooit zomaar kabaal. Als het werkelijk zo erg was, los van de koopkrachtverzwakking, dan zou je overal allerlei stakingen zien. Ik denk dat de mensen terecht zeggen, waarom zouden we participeren aan dat? Wij weten wat gebeurd is met de economie. We weten dat de regering nu teruggegeven heeft. Ze hebben gezegd, we gaan meer teruggeven. Maar ze weten ook dat het aan onszelf gaat liggen. Als collectief land, als heel volk, om het op te krikken. Daarom zitten geen mensen op straat. Dus al wat de oppositie zal zeggen, mijn mening hoor, je moet dingen serieus nemen als men dingen zegt. Maar mijn indruk, en ik denk van velen, er worden kleine dingen opgepakt en opgeblazen. Alsof het een of ander novum is, iets dat zij nooit eerder hebben gezien in hun tijd. Tot zover vicepresident Ashwin Adin. Hij verzekert dat de communicatie met het volk verbeterd zal worden in de komende tijd.